Oké, hier komen ze. Doe maar. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee, er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niets tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Wat het geval is, ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Is dit alles wat er is? Daar gaan we geen bus. Werden we opgehaald in een Chevrolet? Was ja, hoefden we ook niet meer te showeren, natuurlijk. Alles stond klaar. Alles stond klaar. Er stonden massa's meisjes, hè? Stonden er... Er waren altijd plannetjes, hè? Van iedereen staat daar, dus jullie gaan daar naar binnen. We hebben hele rare routes. Oh, ja. Vluchtroutes. Vluchtroutes. Op het laatst gingen we ook bijna nooit meer ergens slapen waar we speelden. Want ja, kon natuurlijk eigenlijk nergens heen. Nee. Wij konden gewoon een kroegkop bij met z'n drieën. We hebben wel eens klem gestaan, toch? We hebben regelmatig klem gestaan. Ja. En dan kwamen al die... Ja, dat kan je niet meer herinneren? Al die handen ja. En die gezichten voor die ramen. Ja, ja. Dat ineens... Ernst, Ernst! Helene! Jan, ja, dat was gewoon... Ik kan me wel herinneren, ja. Ja, niet van dat Jan, maar wel Helene. Nou, nee, volgens mij keken ze alleen maar naar Hennie met... Met zaadvragende ogen. Nou. Volgens mij deed je die onder. Ik heb het niet gezien, Ernst. Maar ja, en naar mij. Heel ja, erg met die muziek bezig. En mij, ja, zag een soort van praatpaal. We hadden wel ander publiek. De ene helft was. De mooie helft, zou ik maar zeggen. Nou, nee, dat moet ik niet zeggen. De opwindende helft was voor jou en voor mij. Ik had een verlegen meisje. Jij had de lieve verlegen meisjes. Prinsesjes die droomden van een prins op het witte paard uit Indonesië. Ja. Zo was het, ja. Dat was jij. Ja. Erg aantrekkelijk vond ik dat. En ik had punkers en een beetje... Ja. Waren jullie jaloers op elkaars fans? Dikke niet. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik ook niet. Nee, dat kwam heel goed uit, hè? Ja, ja. Everybody, give it to me.
in 1976 ben ik met Boudewijn te Groot voor het eerst op tournee gegaan. Met Piet Dekker, dus bassist. Als gitarist vroeg Boudewijn, een vriend van hem. Dus toen heb ik hem die vrienden leren kennen. Tijdens die tour met Boudewijn reed ik altijd met Boudewijn. En voor ons reed altijd Johnny met Henny Vrienden. En Johnny had bandjes uit Amerika vol met reggae-muziek. Johnny was al een paar jaar verliefd op de reggae. En dan reed voor ons dat eentje van Johnny. En dan zag je gewoon die eend zag je zo over die weg gaan. En wij werden allemaal verliefd op die reggae. Met Piet samen ben ik toen op pad gegaan om een band te realiseren. Ik wist nog wel een paar jongens die er ook muziek konden maken, Jan Hendricks. Pietje belde hem op en hij vroeg van, nou weet je, misschien een drummer en een gitarist. Ik heb zoiets gezegd van, nou ja, een drummer weet ik misschien wel. En bedoel ik dan Karel Kapier mee. En ik zei, ja, ik kan ook wel een beetje gitaar spelen, dus ja, we kunnen het proberen. Ze hadden al nummers, Piet had nummers, Ernst had veel nummers. Er zaten reggae bij, ska zat erbij, er zat ook Zuid-Amerikaans bij, er zat er gewoon rock and roll zat erbij, punk zat erbij, alles. We zijn gekomen waar ik woonde in Heijen toen, in een boerderij. En dan boven, er was een grote zolder, dan kon je dan repeteren. En toen is Ernst daar gekomen en Piet. En hebben wij in één dag iets van 20 nummers en dat klikte gewoon gelijk. Dat is ongelooflijk. Je gelooft het niet, maar die Hendricks speelde dus meteen alle nummers mee in de goede feel. Meteen de juiste feel. En die Karel, die zong meteen koortjes mee. Dat is ongevraagd. Nou, dus dat was een kick. Dus toen wisten we meteen, nou, dit is het. Wauw. Ja, ik heb het gewoon op mijn manier ingevuld. Gewoon drummen. En ik ben gewoon spontaan ook koortjes mee gaan zingen en dingen. En ja, dus dat werd wel gewaardeerd. En ik vond het fijne mensen. Ja, volgens mij was er een klik. Op een gegeven moment moest er een naam komen. Toen gingen wij alle nummers af, dat weet ik nog wel. Titels van nummers. Of daar misschien iets bij zat. Ik had een nummer, dat heette Doe Maar. Doe maar wat je wil. Doe maar wat je wil met mij. Nou, zo'n soort van nummer. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar wat je wil. En toen zei Karel, doe maar, dat is het. Dat is het! Man, dat is een goede naam! En wij van... Oké, doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar niet zo cool. Pal erop kreeg ik een aanbieding van Festival of Fools. Dat was een belangrijk festival wat eens per jaar in Amsterdam gehouden werd. Wil jij niet voor dit jaar de Foolsband samenstellen? Nou, dat wou ik wel. En toen had ik dus de band had ik al. Uiteindelijk is het uitgebreid met zangeres en zangers en clowns en weet ik veel wat. 10 of 12 man, weet ik niet. Ja, een heel gezellig club. Toen het Festival of Fools voorbij was, het was duidelijk dat wij door zouden gaan. Ernst had al contacten met mensen die wel voor optredentjes konden zorgen. Dus we konden al spelen, maar groot worden, nee, dat is... dat dachten wij toen nog niet aan. Nee. Oh, laat de mensen maar praten, de brave burgers en de bureaucraten. Op een gegeven moment kwamen ze in de spoel spelen. En ik weet niet of Ernst mij uitgenodigd had of wat dan ook, maar ik zag ze daar. En dat vond ik een hele leuke band. En ze speelden een paar reggae-nummers al, maar meer calypso-achtige, Latijns-Amerikaans, een beetje Surinaams-achtige muziek. En ik vond dat heel vrolijk en
was heel onwennig over die Nederlandse teksten, maar ja, ik vond het wel goed. Kom maar dichterbij. Nou, ik betaalde niemand uit, want we moesten daar instrumenten van betalen. Snaren moesten van betalen, de benzine, de auto moesten rijden. We konden net van leven en we leefden niet op een bijster hoog niveau. Hier hadden wij ons eerste demo gemaakt. En ben ik bijvoorbeeld bij Joost de Draaier ben ik op bezoek gegaan. En die zette dat op. En hij, na 2 maanden, zet hij het weer af. Zegt van, nou, dat is niks. Jongen, geloof mij, dat wordt nooit wat. Onze technicus, Peter Vincent, die vond ons goed. En die werkte bij Johnny Hoes. Ik wilde graag Doe Maar bij Telstra hebben, omdat ik het heel leuke muziek vond. Omdat het, ik kende Ernst, ik kende Jan, Karel, dus leuk. En ik zag het als voor mezelf ook wel als iets van, hey, dit is iets dat past bij mij. Ah, hier is een bar. Deze bar. Ja. En die flipperkast, of die dinges, waar stond die? De regiekamer is hier. Ja, de tafel is anders. Dit ding hebben ze ook nog, volgens mij stamt deze nog uit de tijd van toen. Ja, Studer. Wij waren eigenlijk de feestfabrikanten van het zuiden. En hier werd dus, smartlappen werden hier opgenomen. Zangeres onder naam Henk Wijngaard, Danny Christian, dat soort werk. Daar waren ze onbekend, om dat repertoire. En, nou ja, dat was niet mijn ding, nee. Toen werd ik geconfronteerd met Normaal. Hoerend hart kwamen ze door aangeschud. En toen heb ik met hun Oerend Hart opgenomen. Nou, dat was meteen goud. Dus toen kregen wij ook meteen door dat dat een fantastische markt zou kunnen zijn. Dus dat was ook de reden dat zo'n bandje Doe Maar hier gewoon maar een album op kon nemen. Wees niet bang voor mijn land. Anita! Whisky, coke, rum of bier. Oh, carnaval. Het is een carnaval. Oh, carnaval. Die eerste LP, er staat een liedje carnaval op. Maar het was ook van een ratje toe van alles door elkaar. Godverdomme, wees niet bang voor mijn lul. Ja, het was zo ongeorganiseerd. Ze deden maar wat en ze vonden alles leuk en ze hadden er lol in. Als je kijkt naar de nummers van voordat Henny erbij was, vind ik dit wel best representatief voor hoe het later werd. Nou, hier hebben we toch hele uren doorgebracht hier. Ja. Want er ging per LP toch wel een week of 4, 5, hè? Ja. Dat we echt 4, 5 weken hier, man. Dat is echt ongelooflijk. Wat we ook altijd heel leuk vonden, was koortjes verzinnen. Dat deden we wel tegelijk. Stonden we dus bij elkaar rond die microfoon. En dan gingen we de gekste dingen verzinnen. En een gedeelte ervan hebben de plaat gehaald, dus inderdaad. Doen we. Nou ja, zo ging dat. Ja. Jij man met jouw woorden. Op een gegeven moment kwam de oude Johnny Hoes kwam binnen zo. En doet zo, komt zo binnen. Ja, zegt hij. Ja, hij vond dat helemaal te gek, die groove die we hadden, weet je wel. Ja. Als allereerste introduceren wij Doe Maar en Ik Zou Het Willen Doen. Toen we klaar waren, van het is echt wel een punt gezet van dit gaat iets worden. Nou, het werd dus 1 soft, het kwam op 1 keer op tv, het kwam enkele keer werd het op de radio gedraaid. Niemand nam dat plaatje van ons af. We hadden straks 2 minuten, kon je er niet kwijt. Misschien 1000 platen verkocht of zo. Zeg alleen maar dag en dan loop ik langs je heen.
Nou, we hadden een busje aangeschaft. Ja, alles paste net in dat busje. En ik vertrok dan vanuit Tilburg. Ik kwam hier naar Neerkant gereden met zijn busje. En met z'n tweeën laden wij dan de hele installatie in dat busje. Dan reden we naar Karel en Jan, die beide in de buurt van Boksmeer woonden. En van daaruit gingen we naar het optreden. Na het optreden brachten we Karel en Jan naar huis, want die hadden geen rijbewijs. Die konden niet met de trein, want daar was het te laat voor. Dus die moesten dan weer naar huis. Dan reden wij met z'n tweeën weer hier naar Neerkant. We laden met z'n tweeën de hele spul uit. En Piet moest in zijn eentje weer de hele Tilburg rijden. En dat ding ging steeds kapot en die moest heel lang rijden. En dit werd hij een beetje zakkenneurig van. En ja, op een gegeven moment was Piet niet zo leuk meer. Hij was heel, heel vervelend en zeikerig. Ja, ik denk dat ik gewoon te veel tegen de draad was. Dat ik gewoon de boel stagneerde, zeg maar. Gemopper en gekanker en niks was goed. En ja, die jongen die was gewoon overwerkt. Gewoon niet leuk meer. Maar ja, hij was wel mijn maatje, was wel mijn vriend. En wij hadden wel samen die band opgezet. Dus toen zei ik tegen Piet, nou, ik vind het niet leuk meer. Voor mij hoeft het niet meer. Nou, toen dacht ik ook van, nou, dan houden we op. Het was een beetje jammer om gewoon het bandje helemaal op te doeken. Want er was sprake van. Ik zeg, nou, dan gaan jullie maar door. Dan doe ik wel een stapje terug. Ja, het heeft wel een klein beetje pijn gedaan dat ik gewoon niet aan het succes in het succes gedeeld heb. Is het voorbij? Ik kon het leven met Doema zonder Piet niet voorstellen. Maar goed, ik moest de contractuele verplichtingen nakomen. Dus toen vroeg ik Henny. Nou, hier stond het. Dit waren de buren. Dit was een straatje en dan zeg maar tot hier, tot die muur. En dan hier zo was mijn oude garage, dat was het eind van het boerderijtje. En daar hadden we de studio in. Ja, dat weet ik nog wel. Dus hier hebben we op deze plek zo hebben we die foto gemaakt, weet je nog? Die foto? Alle kleren uit de kast. Met die das. Ja, stonden we hier. En in het studiootje hebben we gerepeteerd. Toen voelde ik meteen van, oh ja, dit is het. Dit is het gevoel wat ik zoek. Ja, en kijk, dat die magie er was, dat overkwam ons eigenlijk meer. Tenminste, bij mij dan. Van wauw, dit is te gek. Maar Nou, het gaf ook wel wat spanning, want je hebt natuurlijk wel een koekoeksjongen in huis gehad. Nee. Was jouw beentje, toch? Ja. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smol verliefd op jou. Volgens mij hadden wij ook gelijk van, die meneer willen wij erbij hebben, hè? Dat hadden wij op een gegeven moment, hè? En we hebben heel lang gezeurd en uiteindelijk heb jij ja gezegd. Want eerst wou je niet, hè? Eerst wou je niet, nee. Nee, maar toen woonde ik hier en met mijn toenmalige ex. En ik had het voor elkaar, ik had een studio. En nou, je ziet het, een prachtig huis. En ja, twee kinderen, Mark en Bibi, waren haar kinderen, maar die beschouwde ik als mijn kinderen. En ja. Ik was liedjesmid en ik schreef smachtlappen voor Johnny Hoes en zo. Moeder, wat maak je een herrie? Zit je soms weer aan de sherry? Ja. Ik weet nog wel dat ik eerst dacht, nee, dat ga ik niet doen. Maar dan kan ik geen liedjes maken en dan moet ik rondreizen. En ik vroeg toen ook nog aan Ernst, wat verdienen jullie dan? En ik geloof dat hij zei, 250 gulden in de week. Toen dacht ik, ja. Daar kan ik mijn hypotheek niet van betalen. Dat gaat niet. Het ging mij toen al ietsje beter. Dus ik zei nee. Ik kan me heel goed herinneren, dat was al een tijdje, maar had ik drang naar vrijheid. En toen ging het dus ook niet zo goed met de relatie daardoor. En toen dacht ik, ga ik toch in een bandje spelen. Ja. Zo is het eigenlijk
begonnen. En dat was gelijk kicken. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik bij jou thuis kwam, had jij die drie nummers net geschreven. De laatste keer, 22 jaar, is mooi verliefd. En je was heel verlegen en je vond maar niks uit Nederlands zingen. En wel een beetje raar. Dat is wel over, ja. Toen zei ik van, nou ja, nu nog wel wat meer. Ja. Maar voor het eerst dat ik hier in jouw huis kwam. Ja. Voor het eerst in de hitparade, en dat is ook heel belangrijk voor deze groep. Ze gaan een doorbraak maken in het jaar 1981. We vragen uw aandacht voor 32 jaar. Hier is Doe Maar! Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Van alles gebeurde ineens. Hij had natuurlijk drie topnummers geschreven. Ik vond meteen sinds een dag of twee vond ik een steengoed nummer. Alleen stond een beetje stil. Hoe kon ik het weten? Een wereldje was zo klein. In het begin van Doe Maar deden we gewoon alle nummers. Iedereen die iets gemaakt had, die gooide het in de groep. En daar maakten we met z'n allen wat van. En pas toen Henny erbij kwam. Toen Henny erbij kwam, die had alles precies in zijn hoofd zoals dat moest. En die deed ook vaak zijn koortjes, heeft hij wel eens alleen in zijn eentje gedaan. Een, twee, drie stemmig op elkaar gestapeld. Want dat klonk toch wel dan weer helemaal anders dan als wij het met z'n drieën deden. Ja, het had power gewoon. Power en lekker. Gewoon lekker. Geen idee was te gek om. Hè? Ik kwam met hele rare ideeën, met koortjes waar iedereen iets van had. Wat doet hij nu? En alles voerden we ook uit. We probeerden in ieder geval alles. Dus de meest, als er een bijgeluid nodig was, of we deden zo en het was een goed bijgeluid, dan gebruikten we dat. Of deuren van kasten. Zeker. Met name de echo's waren heel belangrijk. En dan kon je dus met deze kon je dan de echo sturen. Dan moest er weer een echootje op de gitaar. En dan moest er weer een echootje op de zang. En dan moest er weer een echootje op de snare. Met z'n vijven hing je, iedereen had zo'n taak. Ik was apetrots. Laat ik maar gewoon zeggen zoals het is. Ik was keitrots. Ik vond het keigaaf. Ik kan me wel het gevoel herinneren dat het op de radio kwam, dat het op tv kwam. De eerste herkenningen van mensen, van oh, dat is die jongen van Doe Maar. Terwijl je gewoon een jongen van de straat was, die er altijd gewoon liep. En ineens was dat anders. En dat gevoel herinner ik me wel. Dat vond ik in het begin echt heel erg fantastisch. Oh, dit is van mij. Maar ik herinner me ook dat het een struggle was om het te krijgen waar ik het wilde hebben. Ja, het moest gewoon, je moest goed spelen en de mensen plat spelen en laten zien dat je het kon. En er moest niet geluld worden tussen nummers. Er moest tik, tik, tik en de volgende en hup en hup. En een show opbouwen. Kijk, ik denk dan aan een show, want je gaat dat brengen voor de mensen. En Ernst was gewoon, die ging zeg maar piano spelend van de bus naar het podium toe. Die dacht niet aan een show, die dacht gewoon aan zichzelf zijn. En dat, want Ernst is zo, dat is een spelende man. Hij speelt altijd piano of accordeon of wasbord. Het had ook iets heel speels. En zonder dat ik daar wilde dat het speelse wegging, wilde ik wel dat het strakker werd, dat het goed georganiseerd was. En het was zelfs zo dat toen op een gegeven moment we een hit hadden en mensen en masse kwamen om ons te zien, dat Ernst vrolijk zei, voordat we opgingen, zullen we vanavond eens iets helemaal anders doen? Zullen we gaan improviseren? En dat meende niet serieus. Maar ja, die mensen komen voor dat liedje, maar dan gaan we. En ik stond helemaal aan de andere kant. Mensen komen voor dat liedje, dat krijgen ze als het moet drie keer. En ja, dat was een licht verschil van opvatting. En ook met, nou ja, wat, kijk, ik zou het willen doen, moet je zien hoe ik eruit zie. En Henny zei meteen, ja, je ziet er echt niet uit. Dat moet anders. Ik zeg, nou, is goed, doe maar. Ik ga mijn haar zo doen.
Ja, dat is goed. En dan kwam hij met t-shirt. Toen een beetje scheurde die mouwen vanaf. En ja, en die had de modeacademie gedaan. Dus die had alles in huis en die had ideeën. Ik speelde nog met kaplaars aan. Serieus. Wist ik veel. Ik wist wel veel, maar ik bedoel, het interesseerde mij absoluut niet, kleding. Totaal niet. We hadden ernstige verschillen qua tekst, hè? Ja. En als je het heel makkelijk wilt zeggen, was Ernst een romanticus in zijn teksten. En daar stond ik achter, want dat was ik op een bepaalde manier ook. Maar ik was wat cynischer. Jij was cynisch en humor. En he, dat soort dingen. Ik herinner mij dat jij echt dat Nederland de grootste hits ooit gemist heeft, omdat jij die teksten niet wilde zingen. Ja. He? Ja. Al ga ik op mijn kop staan, kop staan, kop, kop staan. Staan. Toch houdt zij haar broekje aan, broekje aan, broekje aan. Wel mag ik haar kussen, maar niet ertussen. Hit, maar mocht niet van jou. Of, ik heb mezelf weer afgetrokken. Ze wou niet met me neuken, oh. Doemersound. En eigenlijk moet je twee gitaartjes hebben voor dat Doemer dingetje. Dat is, je hebt dan het simpele slagje. Dat is, dit. Simpeler ken het niet. En de andere is de. Ik doe het dus allebei. Snap je? Ik doe eigenlijk met de rechterhand hetzelfde wat Jan doet. Dan speel ik met mijn linkerhand erdoor. Okay, hij verdubbelt hem met zijn linkerhand, zie je dat? Op de offbeat steeds. En omdat hij dus dingetjes doorheen doet en ik dingetjes doorheen, dat is maakt Doe Maar, denk ik. Maar de, ja. oorspronkelijke slagjes, die hebben wij natuurlijk gejat van de reggae en de ska. Een van de principes van de reggae-bas is dat ze niet op de eerste tel spelen en ik doe het iedere maand. Dus ja, ik weet het niet. Het is een persoonlijk ding. Het is een persoonlijk ding. Want als we. Dat is de 1. Ik zou eigenlijk moeten doen dit, wat iedereen denkt dat de reggae is. Niet op de 1. Dat is ook reggae, maar ik vind het mooi om gewoon een 1. Nou, dat is het. Ja, het is hier een reusachtig groot festival. Ontzettend belangrijk. Maar ik zou zeggen, rol allemaal even mee. Het volgende lied gaat dus over een plant. Het is een grote groene plant die vaak wordt beschouwd als onkruid of schadelijk kruid. Ikzelf vind het een hele mooie en ook nuttige plant. Hij heet met één mooi woord de Cannabis sativa hollandica. Dat nummer dat heb ik geschreven. Toen zouden we. Doe Maar, die ging in de Melkweg spelen. En ik speelde daar ook een solo-programmaatje. En dan was het leuk als we iets samen zouden doen. En toen heb ik daarvoor eigenlijk Nederwiet geschreven. We beginnen dus bij het zaad.
Nou was het ook zo dat ik dat ook aan het kweken was. Dan had ik ook al enige jaren had ik daar research voor verricht van hoe dat moest. En dat leek me ook wel nuttig om zo'n liedje te schrijven. maar bovendien sluit het heel goed aan bij reggae natuurlijk. Het is een typisch reggae onderwerp. En de studio werd voortdurend werd er gebloot. Gewoon bij alle opnames, vanaf de eerste tot en met de laatste plaat waar ik bij was, hing er een walm van wiet, nederwiet en anderszins. Nou, de een nam dan een snuifje of een poedertje. En de andere die rookte een joint. En dat werkte niet. Dat Ernst, geloof ik, op een gegeven moment zei, ik vind het goed dat er gebruikt wordt, maar dan allemaal hetzelfde. Want als je een snuifje coke nam, dan wilde je vooruit. Hè? Dat hoort daarbij. Maar als je een jointje nam, dan wilde je naar achteren. Dan had je geen haast. En die twee samen zorgden voor niet zulke grote muzikale gebeurtenissen. Karel Kopier, wat een goede drummer en wat een talent en wat een leuke jongen. En ik was ook dol op hem, maar hij was alleen niet te handhaven. Want hij blode en dronken, dat deden wij ook allemaal. Maar altijd met ja, zoveel, want anders kan ik het niet goed doen. Op het ene moment was hij zo ontzettend goed. En het andere moment was het gewoon helemaal niks, was hij gewoon helemaal weg. Een van die rodies, die legde dan op zijn pauk, legde hij wat lijntjes klaar. En dan zat hij dus te spelen. En onder het spelen. Ja. En toen op een goed moment zit hij ook te spelen. Zo op het podium. En hij zat aan de achtergrond van het podium. Nu. En onder het spelen speelt hij. Neemt ze. En ineens verdwijnt hij helemaal. Laatste pauwknal. We hebben alle partijlol op het podium, jongen. Ja, de wereld was van ons, weet je wel. Je zit dan in zo'n sfeer ja, die niemand natuurlijk snapt. Maar ja, als je het zelf allemaal leuk vindt, dan schijnt er ook weer over te komen. Nee, Kook heeft wel een rol gespeeld. Meisje, ik ben niks voor jou. Nee, niks voor jou. Meisje, ik ben niks voor jou. Dus ik zei, dit gaat niet. Dit kan niet. Die mensen betalen allemaal geld om ons te zien. Wij moeten presteren. Die 2 uur, die 3 uur dat we daar staan, moeten we goed zijn. Ik ben het een beetje tegen gaan houden. In de zin van, ik vond het allemaal veel te hard gaan. Hij functioneerde niet naar behoren in zo'n setting. Ik bedoel, vroeger als klein bandje, en waar alles maar moest kunnen, kon alles. Maar in zo'n setting, dat het zo groot wordt met grotere belangen, dat werkt niet meer kuil. Ik ben uiteindelijk zelf gestopt. Ja, ik ben toen wel een soort van gat gevallen, want ja, vond het toch eigenlijk wel lastig. Goed. Ik kwam uit Zandvoort en ik was 18. En zij waren 32 en allemaal Brabant, Limburg. En het waren wel, ja, dat waren wel verschillen tussen ons. Maar muzikaal klikte het gewoon gelijk, weet je, het paste. En ik ben toen gewoon aangenomen, maar het was goed. Volgens mij hebben ze zoiets gezegd van, nou, dat is goed, laat het maar proberen. En toen zat ik in Doe Maar, ja, zo.
We hebben toen Doris Day en andere stukken opgenomen. Volgens mij hadden we toen een huisje. Dat huurde dan Telstar in een soort rijtjeshuis in Weert. Echt te bizar voor woorden. Waar wij dan in kleine kamertjes als een soort van gastarbeiders werden ondergebracht door de familie Hoes. Die hadden dan nog ergens een huurhuisje. En daar, Weert had geen hotel en daar sliepen we dan. Dan zaten we s'avonds te risken. Jan had dan groen. Henny had denk ik zwart. En ik had ja, van alles geel meestal of zo. Nou, en eerst werd ik van het bord geveegd. Ja, je heeft geen oorlogsmentaliteit. Maar dat wil je ook graag dat wij dat allemaal weten. Wij maakten afspraken van nou een niet-aanvalverdrag en dan over zoveel ronden opzegbaar en zo, dat soort. En dan was ik van het bord geflikkerd. En dan, paal erop, viel Henny Jan aan. Hé, maar Henny, we hebben een verdrag, je mag me niet aanvallen. Waarop Henny zegt van, zo ik niet die trouwe hondenogen van hem. Ja, maar Jan, ik kan winnen. Je speelt het of je speelt het niet. En als je het speelt, moet je winnen. Wat? Weer niks leuks op tv? Jammer, want het is... Doe maar! Alles wees erop dat de plaat die nu zou komen, dat zou gewoon een enorm succes worden. Dat was het momentum. Dat was daar. Ik bedoel, er waren al zoveel platen van Skunk verkocht en het ging overal zo goed in het land met optredens. Nou, het was gewoon wachten op de eerste plaat. En Doris Day is natuurlijk ook een heel commerciële single. Ja, het kon niet mis. Dat gevoel heerste alom bij iedereen van ons. Die plaat die kwam dus op 1. Iedere dag was er een nieuw stapje. En dan gebeurde er weer dit en weer dat. En toen kwamen er 300 mensen en toen 500 en toen 800. Nou, dat, vanaf dat moment was het een gekkenhuis. Dat ik zo massaal, zo echt het hele ding, een zee van koppen, weet je wel. Ik dacht, huh? Ik schrok me rot, want dat had ik helemaal niet in de gaten erachter op het podium. Dat is geweldig. Ja, ik vond het zo leuk om succes te hebben. Echt heel erg leuk vond ik het. Nou, dan krijg je wel het gevoel dat het wordt serieus. We gaan echt booming worden. Wauw, mensen vinden mooi wat ik doe en het doet ze wat. En ze ontroert ze en ze zijn geraakt door wat we doen. Stiekem in mijn achterhoofd. Heel in een klein verborgen plekje van mijn hersenen dacht ik, wij worden de Nederlandse Beatles. Dat wist ik gewoon zeker. Het was geen vrolijke tijd. Koude oorlog. En het was best wel heavy af en toe. De Amerikanen wilden kruisraketten plaatsen in ons land. En wij, de gemiddelde burger, waren daar natuurlijk vreselijk tegen. De politici het nog voor het zeggen hebben, ben ik ontzettend bang. En daar heb ik dus het nummer De Bom voor geschreven. En als de bom valt, dan lig ik in mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zak, mijn bonus en mijn woordenschat, onder de flatgebouwen van de stad naast jou. En ik heb je doodgekend. Maar die was totaal anders dan wat hij uiteindelijk is geworden, hoor. Ze komt daarmee aan bij de boys. Ja, goed nummer, zegt ze. Ja, maar... Als we nou eens zo doen... Ik zeg, nou, ja, dat kan. En ja, in feite heeft Henny het hele nummer...
Als Henny er niet aan had gezeten, was het geen hit geworden, laat ik het zo zeggen. En als de bom valt, lig ik in mijn nette pak. Diploma's en mijn checks op zak. Mijn polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schaal. Auwoei! Onder de flatgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft hier op je rent. Ik heb jou nooit gekend. Wil weten wie jij bent. Wil weten wie jij bent. Op een gegeven moment hadden we een formule bedacht, allebei veel nummers op het podium. En ook op de plaat, ongeveer. Hoeft niet precies, maar ongeveer. Dat was een goede formule. Als we gevraagd werden om voor de tv om 32 jaar te komen doen, dan kwamen wij alleen maar als we ook een liedje van Ernst deden. En daar maakte Ernst zich heel sterk voor. En omdat ik ook een sociaal wezen ben, deden we dat gewoon. Dat was misschien wel een beetje krampachtig. Ik zocht altijd de singles uit. Welk nummer single zou worden. Want ik had eenmaal met de plaatmaatschappij dat... Dus ik zocht... Het was niet zo moeilijk, die nummers van Henny. Dat waren gewoon de singles, dat was duidelijk. Maar goed, toen bij de tweede plaat die Henny mede, dus weet ik nog van toen had ik denk geloof dat eerst Is Dit Alles had ik uitgekozen. En toen als tweede single wou ik Belle Hélène. En de platenmaatschappij ook. Toen zei Henny Over Mijn Lijk als dat de single wordt. Oh? Nou ja, kijk, het was de oude strijd. Ernst zong over Ellen, Alice. Belle Hélène en al die liefjes. En die werden allemaal verheerlijkt tot halfgodinnen. En ik vond dat toen niet zoveel. Ja, of je zong over 600 meisjes, weet je wel. Maar niet steeds. Dat was een oude strijd. Dus echt, Ernst, hou toch op met die liefdesliedjes. En heb het over liefde als lijden, maar niet als plezier. Allebei stijfkoppen. Echt. En die geen centimeter toegeven. Niks. Hij vindt altijd bijvoorbeeld dat het luchtig moet zijn. En mijn teksten zijn best wel zwaar. En dan vindt hij, ja, maar dan wordt het zo zwaar. En ik vind, ja, maar dat luchtige van ik ken een heel leuk tentje. Ja, mag wel voor mij een keertje, maar het moet ook niet te vaak, zou ik zeggen. Dus zo zaten wij gewoon. Ik was romantisch en hij was meer cynisch en veel humor in zijn muziek. Ik heb nauwelijks humor in mijn muziek, helaas. En dat, hè, dus welke kant gaan we op met de band? Wat krijgt de overhand? Nou goed, dus de uiterste vielen eraf. Mijn meest romantische nummers en mijn meeste dingen vielen af. En zijn meeste luchtige werkjes vielen ook af. En dan bleef toch wel een enorme... fantastische, hè, waar Jan Hendricks dus ook een belangrijke stem in had. Want wij konden dan een tijdje met elkaar bakkeleien. Nou, dan was het altijd nou. Nou, Jan, wat vind jij er nou van? Zeg jij eens wat. Nee, zei Jan. Wel een Belle Hélène, Belle Hélène. Dan gaan we weer op zijn. Ik heb wel vaak een stapje terug gedaan tegen mijn zin in. Sinds Karel uit de band was, de eerste drummer, en we dus geen echte vaste drummer meer hadden, waren wij met z'n drieën degene die het bepaalde. En Jan Hendricks gaf altijd, als wij het niet eens waren, gaf Jan Hendricks altijd de doorslag. Dus ik was vaker boos op Jan. Van godverdomme, waarom ben je nou niet voor mij? Weet je wel? Waarom ben je nou weer voor Henny? Dat was wel een soort van ego-strijd, maar dat is gezond. Dat maakte ook dat je... Als je thuis zat te schrijven, dat je dacht, ik zal mijn poepje laten ruiken. Zo moet het. En dat dacht Ernst ook. Toen ik bij hun auditie deed voor de eerste keer, toen was ik wel echt gewoon verslaafd. Ja. Aan heroïne.
Dat was toen, ik rookte toen wiet met heroïne erin. Ik zag het. Ik vergeet niet in welke tijd we leefden. Hè. We leefden in 80, 82. En je zag ze overal op straat lopen. En ik kwam in clubs waar mensen tegen de muur aan hingen. En die lege ogen met zo'n blauwe waas erover. Ik zie het meteen. Vroeger had je nog de beroemde Zeedijk in Amsterdam. Daar ging ik altijd naartoe. En daar herkenden ze me op een gegeven moment ook wel. Dat was dan wel heel bizar. Omdat dan die jongens die daar stonden allemaal te dealen. Die wisten gewoon op een gegeven moment dat ik drummer van Doema was. Dus zeiden ze van, hey jongen, kom hier. En nou ja. Ik zag het altijd als eerste optreden. Maar dat geeft niet, want hij drumde gewoon heel erg goed. Hij bleef ook goed drummen. Zolang als hij goed speelt, heb ik daar niets over te zeggen. Daar gaat niet over, gaat hij over. Als ik bij Henny sliep een aantal dagen, omdat we dan achter elkaar optredens deden, ik niet naar Amsterdam ging, ja, dan raakte ik in het probleem, want dan was het op. En als er dan een mogelijkheid was, dus een soundcheck of een ding, dan tussendoor, dan piepte ik er tussenuit en ging ik even snel met de trein naar Amsterdam heen en terug. Je belaagt al je vrienden, verneuk je eigen lief. Je telt je moeder voor een tientje, als jij maar je shot krijgt. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heren, godverdien dat. Die doop gaat natuurlijk steeds meer vragen en je geweten of moraal wordt steeds lager. En ik ging op een gegeven moment gewoon geld stelen. En volgens mij kreeg ik per week uitgekeerd. En dan kregen we één keer in zoveel tijd een bonus. En ik sliep toen heel veel bij Henny thuis, omdat nou, mijn huis was in Amsterdam. En nou ja, heb ik bijvoorbeeld Henny's vakantiegeld of zijn bonus heb ik wel meegenomen. Ja. Ja. Ja, het liep de spuigaten. Hij weet het zelf ook. Hij was niet te handhaven. En ja, dat is heel erg jammer. Ik denk dat een van de ergste dingen die ik me dan kan herinneren, wel is dat ik op een gegeven moment op een fanclubdag, weet je, dan was het was een hele grote fanclub. En er was dan een dame die daar de hoofd van was. En daar heb ik toen van haar of van een van de fans ook geld gestolen op een fanclubdag. En dat was gewoon echt wel, ja, dat ging natuurlijk buiten elke, weet je wel, dat ging echt over elke grens heen. Dat is natuurlijk wel heel, en toen waren ze ook, met name Ernst, die was echt, nou, woest op me en de anderen ook. Ik werd ineens heel kwaad in de auto waar iedereen bij was. Ik dacht, godverdomme, nee. Toen was het eigenlijk voor het eerst dat hij toegaf dat hij, ja, verslaafd was. Echt openlijk. Dus dat was wel een doorbraak. Ja, dat nummer, weet je wel, heroïne, godverdomme. Daar heb ik natuurlijk, ik zal zeggen, het gaat niet over mij. Maar voor een deel heb ik, denk ik, voor 90% tot 100% daar wel de inspiratie, zeg maar, voor geleverd. En voor een deel gaat het wel over mij. Hè. Ze vinden die een klootzak, ja. Dat was heel pijnlijk. Ja. Het is nog steeds niet mijn favoriete nummer. Je zegt, je zit in de zorgen. Ik moest eruit en ik wilde er ook uit. Weet je wel, dus ja, zo. Ik ben er natuurlijk heel dankbaar voor dat ik mocht terugkomen. En dat is wel te gek. Dat ik die kans heb gekregen en dat het ook nu heel supergoed is gegaan. Dat is geweldig. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne is een vloek. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme, heroïne, heroïne. En toen kwam Ernst. Die had ergens een sessie gedaan met Jan Pijnenburg. En die zei, ik weet een hele goede drummer in Den Bosch. En dat was ook zo. Ook een hele goede drummer. Helemaal anders dan René. René is een motor. En heel smaakvolle motor. Een machine. En Jan P. is een grote muzikant. Op het moment dat ik erbij kwam, was het al het meest populaire bandje van Nederland. Ah ja, even geluk. Ja, hier is het allemaal gebeurd. En, tja,
daar was dus ooit een podium. Ze konden met hun handen gewoon bij beide popsterren. Dat is dus echt ongelooflijk. En nou ja, toen waren die meisjes dus hier in die hoek, en hier ongeveer. Toen waren ze helemaal niet meer te houden. Dat ging maar door met dat schreeuwen en dat gedoe. En dat wilde ik dus goed fotograferen. Dus terwijl die jongens aan het spelen waren, ging ik steeds vaker het podium op. Ja, je staat er dus tussen die band en die meisjes. Van, ja, het waren er kinderen nog. Dat eindeloze gegil, dat was ik dus helemaal niet gewend. Aan de kant van het podium was het een soort van golfslag die daar tegenop botste van gegil en geschreeuw. En uitzinnige, zo van hun monden die allemaal open gingen. Hedy, 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 Hedy was dus echt het populairst. En dat zie je ook op een van die foto's. Echt een enorme macho-achtige uitstraling. Ik weet dat Ernst toen tegen me zei van, het is elke avond hetzelfde. Want ik was dus echt totaal overdonderd. Nederland was nog eigenlijk niet klaar voor een Nederlandse popgroep die zo populair was. Ze waren al veel populairder dan ze zelf dachten dat ze waren. Ze hadden een 3 keer grotere zaal kunnen vullen. En dit was totaal geïmproviseerd. Het was echt een soort polderpop. Volkomen hysterisch. Ze vielen flauw. Ik heb nog geholpen met die meisjes naar achteren te vervoeren. Ja, hier was het dus hierachter, in de keuken. Daar zaten al die, zo'n stuk of 8 volkomen uitgetelde meisjes. Vooral Ernst, die was echt begaan met die meisjes. En die kwam ook later naar achteren, geloof ik, om ze weer een beetje bij te brengen en zo. Dan raakte ze helemaal uitzinnig natuurlijk. Het waren hele aardige jongens. Echt, echt heel aardige jongens. Ja, hier. Dus na afloop van het concert was het, hoe komen we eruit? Want daar aan de voorkant konden ze niet uit. Dus toen zijn ze naar buiten gegaan. En hier was een soort tuintje. Daar zijn ze dus over een hekje geklommen. En dan gaan ze er vandoor. Je ziet ze ook echt vluchten. Langzaam werd alles steeds groter. En eigenlijk hadden wij het zelf nog niet eens in de gaten. De zalen werden groter. Er werd harder meegezongen. Het publiek werd jonger. Wij komen ergens aanrijden en er staan al massas mensen staan ons op te wachten. En die proberen iets van onze handtekening of aan ons te zetten of weet ik veel wat. De tijd van de Beatles-rage, nu 20 jaar geleden, lijkt te zijn teruggekeerd. Nu in ons land de popgroep Doe Maar ongekende successen oogst. Onze tourmanager, die had een vriend die, en die had een kledingzaak of zo. En die had van ons gedaan gekregen van dat wij daar in zijn zaak zouden gaan signeren in Eindhoven.
En zoals gewoonlijk was dus het hele plein stond vol met meisjes. Die deuren van die zalen gaan open. Nou, die meisjes dus als een kudde ossen. En die meisjes die winkel in, alles werd omvergekegeld. Ik denk dat binnen 5 minuten die hele tent vernield was. En dat wij in hokjes achter met deuren op slot. En Ernst maakte een verkeerde beslissing door niet achter een ijzeren deur, maar door een ander deurtje naar buiten. En die is achtervolgd en die heeft voor zijn leven moeten rennen. Ernst Jans rent daar in zijn eentje over een plein in Eindhoven met als een zwerm horzels, zwerm meisjes achter me aan. Maar waar moet ik heen? Dus ik kijk om me heen en zag ik ineens de HEMA, de achteruitgang van de HEMA. Dus ik denk van, de HEMA, dan misschien kan ik daar via trappen. Ja, weet je niet, wat moet je doen? Dus ik, die deur zit dicht. Woem! Al die meisjes. Toen dacht ik van, ja, dit hoort er dan ook bij, weet je wel. En hier kwamen ze natuurlijk ook met bussen aan op een gegeven ogenblik. En wij sliepen hier dan. En de ramen waren nog net zoals nu. En dan zag je dan, kwamen al die hoofden omhoog. Keken dan zo door het raam, allemaal die meisjes. Naar binnen, bij mij naar binnen. Toen hebben we een slagboom bij de poort laten zetten. Dat hielp goed. Het was verder niks, maar alleen een slagboom. En dan bleef ze achter staan. Maar goed, er waren natuurlijk altijd toch wel die in de tuin mochten komen. Ja, heel vaak gehad dat we zaten te eten en dat er ineens mijn vriendin Pita zei van, er staat iemand in de tuin. En stonden ze een meisje zo in de regen. Die durfde dan ook niet binnen te komen, om niets te zeggen. En dan waren ze met de trein naar deuren gegaan en dan met de bus hier naartoe. En dan stonden ze hier zo. Dan zei ik, nou kom even binnen, trek me even uit. Ik ga maar bij de kachel staan en dan bracht ik ze naar het station terug. Ja, ik had zo'n meisje nog niet in de regen laten staan. Ik loop niet in de rij, ik weet de weg te veilig, waar ik sta. Loop niemand achterna, loop je jas dicht, doe een das op. Was eerst je ogen, kam je haren, recht je schouders, denk aan je toon. Vind je dat belangrijk, de dingen die er omheen gebeuren? Gaat het niet alleen eigenlijk om de muziek en wat ze zeggen? Nou, ja, ook wel, maar ik vind het ook leuk om allemaal dingen om ze te hebben. En vooral van Henny. Dat vind je wel de leukste, dat is de favoriet. Ja. Vind je de leukste? Nou, hij is niet echt alleen leuk. Ik hou van hem. Je houdt van hem? Zo. Waarom precies? Kan je dat uitleggen? Nou, omdat hij heel lief is en sommige mensen zeggen dat ik dat niet kan weten, maar ik weet het toch. Meisjes, allemaal met die roze met groene dingetjes en buttes en sjaaltjes en dat was helemaal roze met groen en dat zinderde en dat deed. En dan voor het podium langs was een gestage stroom van meisjes alsof het bootjes waren. Meisjes die op brancards werden langsgedragen, die dus flauw vielen en dan werden langsgedragen ook vaak in de hoop daarachter nog even contact met hen die of met Ernst kunnen maken. Toen dat gebeurde was ik 33 jaar natuurlijk. En die kinderen waren 15 of 14 of 13. En aan het eind zelfs 12 en 10 en 6. Ja, dan sta je dan en dan denk je, oh mijn god, als er maar niks gebeurt. Dat was een hele grote zorg van ons. Je jas dicht, doe een das op.
ik weet dat ik toen mijn bewegingen gewoon ging minimaliseren. Dus dat ik niet meer... Maar dat ik gewoon... Aan het eind stond ik gewoon zo. Omdat ik dacht, ja, dat wekte verkeerde dingen op. Stond ooit een kop. Wanneer valt de eerste dode? Echt zo'n stemmingmakend stuk. Maar daar was ik wel bang voor dat het een keer echt mis zou gaan. Verder naar achteren, huis, huis. Hier ook, gewoon naar achteren. Er is niks aan de hand. En wij hadden toen nog niet ontworpen hoe het moest zijn dat die meisjes niet platgedrukt zouden worden. Dus die dranghekken, die zaten precies. En die hingen er overheen en die hele meute die drukte tegenaan. Toen dat ons overkwam, en in die mate was dat nog nooit gebeurd, wist niemand hoe die daarmee om moest gaan. Niemand wist dat. Zo moeten de Beatles zich ook gevoeld hebben, of niet? Ja. Ja, af en toe dan begrijp ik dat mensen op een gegeven ogenblik mensenschuw worden. En niet meer uitgaan en zich opsluiten. Is het risico niet toch groot dat het succes Doe Maar zal vermorzelen? Het succes vermorzelt Doe Maar. Sinds september vorig jaar heeft dit fabriekje in Wilnis bijna 2 miljoen Doe Maar buttons geproduceerd. Met 29 verschillende soorten bestaat 80% van de markt uit Doe Maar buttons. Ook de detailhandel verdient goed aan Doe Maar. Als je goed keek, dan zag je hele lelijke dingen. Want wij waren een bandje en we hadden nog steeds diezelfde idealen. Maar iedereen eromheen was met andere dingen bezig. Als ze heel veel geld verdienen, al die merchandising hebben wij toen nooit 1 cent. Iedereen deed maar en ja, er was niet een manager die met 24 advocaten al die mensen uitwiste. Nee, het gebeurde allemaal. Er was 1 grote periferie van nou, bijna kleine misdaad om ons heen, begrijp je? Iedereen die was bezig met te graaien en te graaien en te graaien. De platenmaatschappij Telstar van Johnny Hoes kan de vraag naar Doe Maar platen bijna niet bijbenen. Van de laatste 3 LP's zijn er meer dan 500.000 verkocht. De Doe Maar circus draait op volle toer. We hadden heel slechte contacten. Hele slechte contracten. Die zaten slecht in elkaar. Het was een minieme vergoeding. Verkochten wij 300.000, 400.000 LP's. Ja, dit is gewoon belachelijk. Gewoon belachelijk. En Telstar dus ook. Dus die hebben vet aan ons verdiend, dat is duidelijk. Wij kregen maar zoveel, zo'n klein royalty. En de rest kregen ze helemaal. Kijk, ze moeten zich ook realiseren. We hadden van het eerste album ook maar 1100 stuks verkocht. He, en toen zijn we toch maar weer het avontuur met het tweede album aangegaan. En dat het dan zo'n succes is geworden, nou, het had eigenlijk allemaal minnaars moeten kennen. Klaarblijkelijk is dat toen niet het geval geweest. De Bijlmerbaaiers, 1,5 week geleden. Doe Maar, op weg naar een gratis concert voor 70 vrouwelijke gevangenen. Voor het eerst sinds 3 maanden treedt Doe Maar weer op. 3 maanden met een stroom van geruchten. Dat ze geen concerten meer zouden geven en zelfs ook dat ze er helemaal mee zouden stoppen. Geruchten die zoals zo vaak onwaar blijken te zijn. Iemand vraagt ons, en dat is te vaak gebeurd, en wil daar een slaatje uitslaan. Natuurlijk hebben we... Omdat we vreselijk aardige jongens zijn die bijna nooit nee zeggen. Zeggen ze nee? Ik kan nu dus ontzettend goed nee zeggen. Dat heb ik geleerd. Dus ja. Als je vraagt wat het, of we het anders gaan doen, ja, we doen het anders. Maar we zeggen nu af en toe nee. Ja. We deden Pinkpop. En ik kom op met heel veel zin naar wat leuke gasten van Code and the Bee en Velofsky en de Golden Earring. En ik kom op en ik krijg een appel tegen mijn hoofd.
was een kleine groep van, zeg maar, hardcore pinkpop-goers. Die vonden dat wij daar... Die werden helemaal gek van Doe Maar natuurlijk. Je hoorde alleen maar Doe Maar. En ja, die dachten, wij zijn met serieuze popmuziek bezig. Kan ik me alles meer voorstellen? En die begon met appels te gooien. Dat was heel onprettig. Toen had ik ook zoiets van, man, ik moet hier wegwezen. Dit is toch helemaal niet meer leuk? Ik vind het helemaal niet zo erg van die appels. Ik vind het alleen lullig dat de meesten niet hier komen en op de achterhoofden van die mensen hiervoor. En iets anders, als je het echt niet leuk vindt, rot dan op. In Tilburg was een café en dat heette Doe Maar Niet. Weet je wat, dat was een hele grote anti-beweging, omdat het zo groot was. En dat is allemaal goed. En ook amusant en leuk. Maar als je het leidend voorwerp bent en je denkt, het veroorzaak ik allemaal. En nu komen er negatieve dingen los. En dat hele virus was natuurlijk een gekwelde plaat als je goed luistert. Ik weet wel dat de naam die wij bedachten voor us, voor onszelf, geeft wel aan dat wij heel erg behoefte hadden aan een andere leeftijdsgroep fans. De kritiek was niet mals. Hè? Ze namen ons absoluut niet serieus en kregen alleen maar slechte recensies. En Sinterklaasrijmpjes gezongen met een zachte G en dat soort koppen herinner ik mij. Niemand zag ons als een serieuze band. En omdat er steeds jongere mensen kwamen, hadden wij natuurlijk... Ja, je wilt erkenning van je tijdgenoten. Niet van iemand die net uit de luiers is. De nummers zijn nog veel somberder. Allemaal wanhoopskreten. Allemaal. He, nachtzuster. Pijn van binnen. Bang. Alles gaat voorbij. Al die nummers waren een kreet om te ontsnappen. Niks al leefde zonder. En moet ik verder zoals ik ben. Toen stond ik op een gegeven moment. Je loopt je lul achterna. Een kreet van een wanhopige dertiger die iets moeilijks met een relatie heeft. En toen zag ik zo voor me een jongetje van 6 staan. Echt niet ouder dan 6. Helemaal bebuddend en met een sjaal. En je loopt je lul. Toen dacht ik, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Dat was zo surreëel en bizar. En dat, volgens mij is daar de kiem, op die middag de kiem gevallen. Dat ik dacht, ik moet hier weg. Ik heb geen zin meer in. We zaten in de studio bij Hoes. We probeerden een nieuwe plaat te maken. Maar die neigde naar heel depressief worden. Dat is echt... wel mooi en zo, maar totaal niet de Doe Maar zoals we waren. Het waren allemaal sombere nummers.
De een nog somber dan als je het toch hebt over vrienden. Ik heb er nog een paar. En over weet ik veel. De ene is nog somberder dan de ander. Ik kan niet slapen, maar de dokter zegt... Dat is normaal. Ik vond het helemaal niks. En hij vond ook helemaal niks. Ik kan niet slapen en de dokter zegt... Neem een pil voor de nacht. Het liep gewoon niet. We waren uit elkaar gegroeid. Toen, op dat moment. Hennie was bezig met zijn eigen project. Misschien speelde dat ook wel mee. Kijk me verdomme niet zo woedend aan. Hou me niet tegen als ik weg wil gaan. Ik vond het niet erg dat hij alleen een plaat ging maken. Maar ik vond wel dat hij zijn mooie nummers niet weg... daar niet aan mocht besteden eigenlijk. Ik vond het niet... Ik zag het als een soort van verraad. Nou, zo heb ik het nooit gezien als verraad. Ik had gewoon heel veel kruid. Hè, ik werd steeds gedrevener in liedjes schrijven. Dus ik kon niet genoeg... Ik kon maar 6 liedjes per LP kwijt bij Doe Maar. Want de andere 6 schreef Ernst. En ik schreef er veel meer. Ik had al honderden. Dus ik moest dat kwijt. Ik bracht alleen maar nummers in, Henny. Zegt dat hij ook nummers geschreven had, maar volgens mij had hij al zijn nummers al in zijn soloplaats gestopt. Hij zegt het nog veel meer dan dat zal ook wel zo zijn. Maar hij had ze in ieder geval niet bij zich. Ik was een beetje boos op Ernst en dat had te maken met een eerder opgenomen ding. Ik vond dat ik onevenredig veel ingebracht had. En toen tegen Ernst zei, maar het is eigenlijk nu een liedje van ons allemaal, of zo. En ik heb wel eens eerder in de band voorgesteld om alle royalties te delen. Omdat ik vond, ja, Ernst en ik worden hier rijk van. Maar ja, Jan Hendricks werkt natuurlijk ook keihard. En waarom verdeelden we de royalties niet? Nou, had Ernst, die deed dat niet. Nou, zoiets was er aan de hand. En ik weet dat ik de studio inging en dacht, nou, dan moet Ernst het maar eens zelf doen. Zo, dus... Ik ging zijn liedjes opnemen. En dat ging moeizaam. Dat ging heel erg moeizaam, want ik leverde geen ideeën aan. Ik had er gewoon geen zin in. De lucht is grauw, er hangt iets aan de horizon. Kregen bij mijn zelen. Grote broer is hier. Grote broer is hier. Toen had ik Grote Broer geschreven. En toen zei jij... van, als je mij mijn gang laat gaan... dan wordt het een fantastisch nummer, wordt het een hit. Maar dat wou ik niet. Ik wou het zo doen zoals ik het wou. Ja, jij zag die soloplaat voor mij nog als een milde vorm van verraad. Je vond wel dat ik het kon doen, maar het was toch... En het was ook zo dat ik gewoon wist, nou, we gaan weer een plaat maken. Dan kan ik 6 liedjes kwijt. Maar ja, ik schreef er 60. He, je kent me, ik had er echt heel veel. En ik heb daar ook veel energie in die plaat gestopt. Maar ik had dus ook nieuwe liedjes, wat jij denkt dat het niet zo is. Maar waarom hebben die dat niet gedaan? Omdat wij stroef liepen. Kijk, ik stelde ooit voor, zoals je weet, en ook nog bij de Bom. Ja, kom eens jongens, dit hebben we zo samen gemaakt. Laten we alle royalties delen. Laten we dat doen. Dat wou jij niet. Ik dacht er natuurlijk aan, vaker aan geld denkend dan jij. Als we allemaal evenveel verdienen, dan is die wrijving weg. Maar jou ging het daar niet om. Jou ging het over inhoudelijk... Identiteit. Ja, precies. Ja, precies. En dat maakte mij geen fuck uit. Nee. Maar dat had jij wel. Ja. En volgens mij had dat... Is dat diep eronder... Ja, absoluut. Nou, ik wilde gewoon mijn eigen identiteit bewaren. Dat vond ik belangrijk. Ik had mij voorgenomen, ja Ernst, als jij dan mijn altruïstische en liefdevolle bijdrage aan jouw nummers niet meer op prijs stelt, doe het dan maar zelf. Nee, toen heb ik een week lang niet me heel erg geconcentreerd op mijn baspartijen, zo goed als ik kon, maar niet gezegd. En echt bewust niet? Ja. En toen werd het ook niks. Nee, maar zo heb ik en dan was er een gitaarpartijtje en dan dacht ik, nou, dan moet... Nee, fuck it. Doe het zelf. Ja? Ja. En toen strandden we echt en toen dacht ik, nou, ik ben nu niet goed bezig. Want ik ben nu mijn vrienden aan het belazeren.
En toen heb ik gezegd van, we kunnen ook stoppen. Ik dacht, dan zijn we allemaal uit ons lijden verlost. Jongens, en als we er nou eens mee ophouden? Wauw. Ja, als we er mee ophouden. Maar terwijl het gezegd is, voel je iets vallen in de ruimte. En iedereen razendsnel in zijn hoofd met die mogelijkheid spelen. En toen vond iedereen dat eigenlijk een heel erg goed idee. Bij de platenmaatschappij die Doe Maar onder contract had, stond vandaag de telefoon urenlang rood gloeiend. Wenende meisjes lieten weten dat ze het niet konden geloven dat Doe Maar niet meer bestaat. We houden ermee op omdat we alle vier op een merkwaardige manier op hetzelfde moment voelden dat we ermee op moesten houden. Dat is de reden. Ik had toen een hele oude Mercedes. En dat ik wegreed met een heel opgelucht gevoel. Van adem, lucht, vrij. Ik weet nog dat ik buiten kwam. De studio van Johnny Hoes. Die stond altijd vol met meisjes aan de voordeur. Die allemaal naar binnen keken. Om zo'n glim van ons kwam. Het was helemaal leeg. Om de een of andere duizend reden. De zon brak door. De zon een merel. Van yes, het leven gaat weer beginnen. Van jou, het kwam precies op tijd. Alles wat ik wou, was jouw en zekerheid. Maar wat ik had pijn, dat je vrij wou zijn. Nu is dat voorbij, de sleutel lag bij mij. Dit was de laatste. Oh, het is voorbij, ik wacht niet meer. Omdat het zo alom aanwezig was in de media, lijkt het alsof het een tijdperk was, maar het was maar 4 jaar. Allerlaatste keer. En kijk, we zijn er nu nog, hè. Ik bedoel, het is 2013 en we staan nog op het podium. Het duurt eigenlijk al 30 jaar. Ik weet dat het een heel bijzonder verhaal is, een uniek verhaal. Ik begrijp het nu beter als vroeger. En het feit dat het zo'n rage is geweest, ja. Dat zijn dan niet meer mijn woorden, maar dat wij dan als de Nederlandse Beatles beschouwd worden, dat kan me wel iets bij voorstellen. Dit wat wij hebben en hadden en meegemaakt in die hele korte periode, die turbulente tunnel waar we doorheen werden gezogen. Ja, dat ik naast die mannen sta en dat ze allebei nog goed kunnen spelen. Dat is niet te vergelijken met welke beloning dan ook. Dat is de beloning itself. Ooh, baby, oh, 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 baby, my baby.
gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Nou ja, dat is een snaak. Zo, dat soort dingen. Ja, zo gaat dat wel altijd.